Ik noem hem altijd inderdaad op de advocaat. Ja, advocaat. Ik heb niet zo erg veel, vind ik zelf. Ik ben punctueel. Ik wil heel graag doen wat ze zeggen. Nou, en naarmate de medicatie wordt afgebouwd, ga je ook steeds beter in jezelf voelen. Als u getransplanteerd bent, moet u meerdere geneesmiddelen gebruiken. Soms wel meer dan 10 geneesmiddelen op de dag en op 4 of 5 verschillende momenten. Op ieder doosje staat ook vaak een andere instructie. En dit zorgt voor verwarring of gedoe. Maar met deze tips en tricks kunt u zelf al veel bereiken. Zelf speelt u een hele belangrijke rol in het goed houden van de kwaliteit van uw leven en lever. Het gebruiken van medicatie is daarbij essentieel. Met deze film willen we u enkele handvatten geven om het gebruiken van medicatie makkelijker en duidelijker te maken. We beantwoorden voor u deze vragen. Wat is de belangrijkste pil die u moet gebruiken na de transplantatie? Wat kunt u doen om het overzicht te behouden in uw medicijnen? Hoe zorgt u ervoor dat u elke dag goed uw medicijnen inneemt? En wat moet u doen bij bijwerkingen? Na de levertransplantatie moet u 1 of meerdere afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken. Deze medicijnen zorgen ervoor dat uw lever niet wordt afgestoten door uw lichaam. Door het gebruik van deze geneesmiddelen accepteert uw eigen lichaam de nieuwe lever. De nieuwe lever blijft daardoor goed werken. Het belangrijkste geneesmiddel dat u moet gaan gebruiken is tacrolimus. Tacrolimus moet u 1 of 2 keer per dag op vaste tijdstippen innemen. Hoe vaak u de tacrolimus moet innemen is afhankelijk van het merk wat u voorgeschreven krijgt. Om te kijken of de tacrolimus goed werkt, wordt er op de dag dat u naar het ziekenhuis komt bloed geprikt. In de apotheek wordt vervolgens gecontroleerd wat de hoeveelheid tacrolimus in uw bloed is. En erg belangrijk, op de dag dat u naar het ziekenhuis komt, neemt u 's ochtends niet de tacrolimus in. Dit neemt u pas in na het bloedprikken. Tacrolimus is de basis om afstoting te voorkomen. Helaas heeft tacrolimus ook enkele bijwerkingen. Ik heb weinig gevoel in mijn handen en voeten. Als ik onder een warme douche ga, dan is het een doof gevoel. Ik begon te trillen. Mijn handen deden dit. Dus ik trilde behoorlijk. Ik had 1 soort afstotingmedicijnen. En daar moest ik mee stoppen, want mijn nieren die deden het niet goed meer. Wat ik als bijwerking ook wel naar vond, dat was dat ik diabetes geworden ben. Ik moest regelmatig bijspuiten. Vanwege deze bijwerkingen is het extra belangrijk dat u goed op uw leefstijl en eetpatroon let. Lukt dit niet, dan kan het noodzakelijk zijn dat uw arts extra medicijnen voorschrijft. Bijvoorbeeld om de suikerziekte te behandelen. Kortom, na een transplantatie moet u vaak meerdere geneesmiddelen blijven gebruiken. Dit kan het wellicht lastig maken om het overzicht te behouden. U kunt dit doen door een lijstje te maken van de geneesmiddelen die u gebruikt. Dit lijstje kunt u ook opvragen bij de apotheek. Er zijn een aantal hulpmiddelen die u kunt gebruiken om het overzicht te bewaren. Optie 1 is een medicijndoos die u krijgt bij het ontslag, waarbij voor ieder moment op de dag en iedere dag van de week een vakje is waar u de medicijnen kunt instoppen die u op dat moment moet innemen. Optie 2 is het gebruik van een speciaal potje voor ieder moment van de dag. Op de afdeling, zodra u getransplanteerd bent en op de afdeling terechtkomt, gaan we u leren om de pillen zelf uit te zetten. Wij gebruiken hiervoor de potjes en de potjes hebben allemaal een tijd op elk potje staan. Daarnaast krijgt u bekertjes met de naam van het medicijn en het medicijn in het bekertje. Wij leren u de tijd waarop u de medicijnen moet innemen, waarom u ze moet innemen, welke bijwerkingen u kunt verwachten en hoe u het zelf moet uitzetten. Vervolgens gaat u zelf hiermee aan de slag. Wij controleren als verpleegkundige elke dag of u de medicijnen goed hebt uitgezet. En u gaat niet eerder naar huis voordat u het ook daadwerkelijk onder de knie heeft. Ja, een pillexamen was geslaagd. En optie 3 om het overzicht te bewaren is het installeren van een wekker, alarm of een speciale app op uw telefoon waarmee u een herinnering krijgt iedere keer als u uw pillen moet innemen. In het ziekenhuis kunnen we u helpen een geschikte app te installeren. Wat voor u het beste werkt, daar moet u zelf achter zien te komen. Maar wij denken daar natuurlijk graag met u over mee.
Als dit afgaat, dan pak ik eerst mijn medicijndoosje. En dan de medicijn pak ik, dat moet ik opdrinken voordat ik dit uitzet. Werkt dit op je zenuwen? Ik heb hier een weekdoosje van de hele week eigenlijk. En die heeft dus een indeling van 's morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts. Nou, zij staat 's morgens altijd als eerste op, dus zij vult de bakjes met medicijnen. Het belangrijkste is dat u probeert het innemen van de pillen in te bouwen in uw vaste routine. Het makkelijkste is dan om het innemen van uw medicijnen te combineren met de maaltijd door de pillen voor, tijdens of na de maaltijd in te nemen. Dit zorgt ervoor dat, omdat de maaltijden vaak op vaste momenten zijn, u ook de pillen op vaste momenten inneemt en de kans klein is dat u ze vergeet. Met de apotheker dan bepraat je precies wat je inneemt. De apotheker geeft ook wel eens aan hoe je het anders zou in kunnen nemen. Want omdat ik toch nog wel eens wat dingetjes vergeet, ben ik geneigd om die tablet die je 's avonds in moet nemen voor je cholesterol, dat 's morgens te doen. Maar ja, we weten natuurlijk dat we dat niet moeten doen. Dus nou doe ik het tabletje erop leggen en dan weet ik nou, oh ja, vanavond moet ik dat innemen. Ik zou lotgenoten willen adviseren om ook gewoon een systeem te bedenken wat heel goed bij je past. Ook qua tijden van innemen, dat je dat toch eigenlijk iedere dag probeert hetzelfde te doen. En dan werkt het het beste. Dan zit het ook niet alsmaar in je hoofd van ik moet dit nog innemen, ik moet dat nog innemen. Dan heb je gewoon de tijden dat het goed loopt en dat geeft je vertrouwen. Een voorbeeld van de afgelopen jaren is dat op een doosje van tacrolimus staat dat u 1 uur ervoor of 2 uur erna niet mag eten. Dit blijkt niet nodig te zijn. U kunt tacrolimus gewoon elke dag op hetzelfde tijdstip bij het ontbijt innemen. Als u getransplanteerd bent, bent u natuurlijk zuinig op uw nieuwe lever. Sommige mensen durven daarom geen nieuwe pillen meer te nemen uit angst hun nieuwe lever te beschadigen. Bij mij op de poli hadden bijvoorbeeld mensen last van migraine. Dit durfden ze niet te bespreken met hun dokters omdat ze geen zin hadden in extra pillen. Daarom is het goed om te weten dat de meeste medicijnen gewoon veilig kunnen worden gebruikt met de nieuwe lever. Als u klachten of bijwerkingen ervaart, is het belangrijk dat u dat met uw arts bespreekt, zodat we de goede medicijnen kunnen voorschrijven. Als eerste is het goed om u te realiseren dat u paracetamol altijd veilig kunt gebruiken tot een dosering van 3 gram per dag. Daarentegen zijn medicijnen als ibuprofen en diclofenac niet veilig na levertransplantatie en die mag u dus echt niet gebruiken. Ook weten we dat sommige mensen waarde hechten aan het gebruik van kruiden. Sommige van deze kruiden zijn niet veilig voor de lever en andere kruiden kunnen een interactie hebben met de medicijnen die u gebruikt om afstoting te voorkomen. Wil u dus dergelijke kruiden gebruiken, bespreek dat dan altijd van tevoren met uw arts. Zoals eerder aangegeven, moet u na de transplantatie meerdere medicijnen blijven gebruiken. Dit kan dus betekenen dat u bijwerkingen gaat ervaren. Omdat er na de transplantatie al zoveel is gebeurd, is het soms moeilijk om de bijwerkingen te herkennen en is het belangrijk dat we daar op de polykliniek aandacht voor hebben. Een voorbeeld is dat u van tacrolimus een hoge bloeddruk kan krijgen. De artsen kunnen u hiervoor bloeddrukverlagers geven. Maar deze pillen kunnen u juist weer duizeligheidsklachten geven. Vaak wordt dit gezien als iets dat bij het transplantatieproces hoort en worden de bijwerkingen geaccepteerd. Maar we kunnen dit op een makkelijke manier verhelpen doordat u de pil niet in de ochtend inneemt, maar juist voor het slapen. Hierdoor heeft u overdag geen duizeligheidsklachten meer. Het fijne was dat er ook een Facebookgroep bestaat. Daar was ik al lid van. Dat is een besloten groep voor PSC-patiënten en overlap. En daar kan je ervaringen lezen wat anderen meegemaakt hebben, ook met de ziekte. Het delen van ervaringen, dat is gewoon hartstikke fijn. De lotgenoten, je weet precies wat ze bedoelen als ze een off day hebben. Dan denk je ook, nou zie je, ik ben niet alleen. Als u hier getransplanteerd bent, wordt de vaste apotheek de polyklinische apotheek van het Erasmus MC. Dit doen wij zodat wij u goed kunnen begeleiden bij het medicatiegebruik, zodat u nooit wisselt van medicijnmerk en u altijd voldoende pillen op voorraad heeft.
Wilt u meer weten over uw geneesmiddelen? Dan kunt u kijken op apotheek.nl of u kunt bij een van ons terecht. De kwaliteit van uw leven en lever verbetert u door het innemen van de pillen in te bouwen in uw dagelijks ritme. Wij vinden dat het innemen van pillen na een transplantatie geen last moet zijn. De pillen moeten een ondersteuning zijn aan uw leven. En met deze adviezen hopen wij u meer grip op uw pillen te geven en op uw gezondheid. Het is een gewoonte geworden om het in te nemen en dan dus nergens geen last meer van. Je wordt heel goed begeleid tijdens dat traject. Dus als je op de poli komt, dan kan je al je zorgen, alles waar je last van hebt, kan je op tafel gooien. Ja, ik voel me gewoon goed.